Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Knijnenburg Transportbedrijf, Svennes, Van Breedbouwkundig Adviesbureau, Boeters Serrebouw, De Keuken Inbouwspecialist, Hyper de Piep Evenementen en Verhuur en trainingskampen.nl. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Haaglanden Voetbal Totaal. Terug op Gran Canaria, want naast Velo volgden we nog twee clubs uit de regio, namelijk Gedia en Scheveningen. We gaan beginnen met Gedia. Dat heten we welkom bij het hotel Escorial. Wederom Gran Canaria. Het begint voor jou bijna een levenswerk te worden, de organisatie, als een trainingskamp. Ja, levenswerk is een groot woord, Tom, maar we zitten hier natuurlijk al volgens mij 14, 15e jaar of zo. En ik ben voor het tweede jaar hier in Escorial. Ja, dit is het tweede jaar en dit is ons heel goed bevallen. Vooral voor die gasten beneden, dat is het summum natuurlijk, met al die voetbaltafels en biljarts en noem maar op, tafeltennis, bowlingbanen. Kunnen we er eigenlijk goed van maken hier, wat dat betreft. Extra zware taak vandaag, of deze week voor jou, want de hoofdtrainer is er niet bij. Ja, dat is jammer. John, die kan er niet bij zijn. Hij stond met een brok in zijn keel stond hij te vertellen. Het is toch ook een, voor een club is het ook vervelend natuurlijk dat de hoofdtrainer er niet bij is. Goed, ik denk, we hebben zoveel know-how binnen de groep, binnen de begeleiding, dat het eigenlijk geen probleem mag zijn. Wie heeft je taak waar? Ronald Paats, dus de assistent trainer, die neemt zijn taak waar. Ik zal ook inspringen waar nodig. Wat dat betreft, we hebben natuurlijk drie momenten dat we op het veld zitten met een wedstrijd en met twee trainingen. En voor de rest loopt het allemaal met voetgolf en met tennisvoetbal en wandelingen en noem maar op. Dus dat leiden we zelf allemaal. Als routine, ga gauw naar binnen, want bij het inchecken ben je nodig. Is goed, dankjewel. Tot ziens. Dennis, trainingskamp Gran Canaria, is voor jou de zoveelste keer? Ja, ik denk dat het de 15e keer is, Tom. Ik heb eerst een jaartje Benidorm met Albert van der Dussen. Ja, vanaf toen eigenlijk, 13 of 14 keer Gran Canaria nu. Het is geweldig om je op de tweede helft voor te bereiden in zo'n omstandigheid. Ja, ideaal. We hebben natuurlijk een aantal jaar vast in Bronsmar gezeten. Ja, als je dit vergelijkt met Bronsmar, dit is veel luxer. Ja, veel meer faciliteiten dan dat. Ja, dat is alleen maar leuk om je op zo'n manier voor te bereiden. Toen jullie hier vorig jaar zaten, was al snel duidelijk, hier komen we terug. Nou ja, dat was op het moment dat we binnenliepen en een beetje een rondleiding gehad hadden. Ja, dat fitnesshonk, een zoutwaterbad, alles erop en eraan. Ja, dat is niet te vergelijken met wat we hiervoor hadden. Geroutineerde speler zoals jij bent, extra taak deze week omdat de hoofdtrainer er niet bij is? Ja, extra taak. Kijk, Ton, iedereen weet wat de verantwoordelijkheden zijn en of John er wel of niet bij is. Kijk, het is wel een gemis voor de groep, want je werkt toch met een bepaalde trainer. Ja, natuurlijk zal er wat meer gekeken moeten worden of iedereen zich aan de afspraken houdt. Maar ja, ik mag toch wel van de jongens verwachten dat ze gewoon doen wat ze normaal ook doen als de trainer erbij is. Het is ook belangrijk, want de GDA kan zijn punten nog goed gebruiken. Zeker weten. Ik heb voor de winterstop gezegd tegen je die drie punten van de laatste wedstrijd toch Olympia moeten we halen. Nou ja, als je het vergelijkt de afgelopen jaren voor de winterstop en na de winterstop, hebben we vaak een positief voordeel na de winterstop. Ja, dan moeten we dit jaar de traditie maar voortzetten en weer zoveel punten gaan halen. Maakt er wat moois van deze week. Dankjewel. De volgende ochtend stond de eerste training voor GDA op het programma.
Onder prima omstandigheden werd er hard getraind door de Madestein-bewoners. Op het trainingsveld spraken wij met de verzorger van GDA, Arnold Breler. Die meldde dat het niet de eerste activiteit van die dag was. Nou, voor de jongens was het vanmorgen wel even zwaar natuurlijk, want die hebben vanmorgen een strandloop achter de rug. Ja, dan moet ik altijd even toekijken van bovenaf, want dat is niet meer voor mij bestemd, hè, dat lopen. Dus, maar dat was wel goed. Dat was, ja, je zei tegen mij van vanmorgen was het een heerlijke strandloop. Het was ook een heerlijke strandloop, maar dat beperkt zich tot de boulevard en dan verder niet meer, want dat hoeft voor mij niet meer. Het is wel uit te houden zo nu het zonnetje hier, hè? Oh, het is nou heerlijk. Ik bedoel, als de wind wat minder wordt, dan dat zou helemaal mooi zijn. Dus maar, we zijn altijd, al die dagen hebben we het altijd goed gehad, dus de verwachting is ook weer beter. Dus nee, we gaan ervan uit dat het windje dadelijk weg is en dan gaan we heerlijk genieten ook. Traditioneel maakt GDA altijd de strandwandeling van Playa de Ingles naar Maspalomas. Jij doet ook mee, maar dan weet je altijd de taxi wel te vinden, geloof ik. Ja, ik weet de taxi te vinden en dan neem ik de taxi naar het casino. En dan loop ik ze heel langs me tegemoet met een fles water. Maar dat is mooi voor mij. Nee, die 8 kilometer over het strand, dat doen we niet meer. Dat heb ik 1 keer in het verleden gedaan. Toen liepen we langs het Naakstrand. En, ben je er blijven hangen? Toen heb ik te veel naar links gekeken. Toen had ik ineens een panel te voeten. Maar ja, dus nee, we gaan voort en gaan we maar lekker met de taxi. Gaan we lekker. Heerlijk. Smiddags vertrokken wij richting het hotel van GDA, waar een tennisvoetbaltoernooi was georganiseerd. Of was het toch voetbaltennis? Moerad, wat we nu aan het doen zijn, is dat nou voetbaltennis of tennisvoetbal? Dat is voetbaltennis. En waarom voetbal? Voetbal is belangrijker dan tennis, dan komt dat als eerst. En hoe gaat het tot nu toe? Het gaat goed, gaat lekker. Ja, de training vanochtend ging ook best goed. Ja, je hebt een goed team om dit spel te spelen? Ja, zeker. Iedereen heeft voorgevoel, dat zie je ook toch. Okay. Iedereen. Nou, ik zag net een bal bijna over de omheining gaan met Dennis Lubout. Ja, dat hoort wel eens Lubout. Dat is een verdediger. Okay. Wel een goede verdediger, maar voor gevoel moet je wel andere spelers zijn. Ricardo, ik stoor je tijdens het fluit, dan doe je je stinkende best om het eerlijk te doen. En allerlei commentaar krijg je. Ja, dus blijven maar er zeuren en negatief. Maar ja, ach, hoort erbij toch zo. Ze willen allemaal winnen natuurlijk. Ja, daarom allemaal de strijd aangaan om toch een beetje prijs te maken. Ja. Schrijft zich er een beetje om te kopen of niet? Nou, nee. Nee, dat gaat niet lukken vandaag. Nee, dat nee. Terwijl wij staan te praten, dan maken ze zich nog druk. Je staat te praten, geloof ik. Zo, sportief en hey. 6-5. Ja, we doen twee dingen tegelijk. Dat gaat hartstikke goed. Je ziet het, hè? Alleen als je te praten moet je opletten. Op alle kanten tegelijk. Ja, dat kunnen we gelukkig wel. Dus. Voor jou de eerste keer dat je meegaat, hè? Ja. We zijn vorig jaar na de winterstop begonnen met vlaggen natuurlijk bij GDA. En nu de eer om mee te mogen. Heb je naar je zin tot nu toe? Ik heb het hartstikke naar mijn zin. Goed, ga je niet verder afleiden? Geen probleem, Michael. Ook een aantal supporters was afgereisd naar het zonnige Gran Canaria. De heer Van Bree liet weten dat het vroeger veel lastiger was dan nu om lid te worden van GDA. Herman Van Bree, ook op trainingskamp bij GDA op Gran Canaria, al heel lang lid. Ja, tegenwoordig word je zo lid van GDA. Ja. In jouw tijd, daar praten we over bijna 15 jaar geleden, ging dat niet zo eenvoudig? Nou, dan ging dat echt niet zo makkelijk. Want, het verhaal niet te gek lang te maken. Zeg maar, ik kom dus uit een buurt vandaan, de Zeeheldenbuurt. En daar woonden allemaal katholieke jongens. En daar was ik vriend mee, van heel klein af, jongs af aan. En van huis uit waren ze mijn ouders, die waren gewoon protestant. Dus ik moest naar een protestant school, openbare school.
Maar al mijn vrienden zaten bij GDA bij de en op een katholieke school. Nou, dan kom je bij leeftijd, zeg maar pakweg 9 jaar, 10 jaar. Vriendjes van mij die gingen voetballen bij GDA. Maar ik wilde ook naar GDA. Maar dat kon niet. Want ik had... Om oude Wim Peters te... Ja, toen kwam ik Wim Peters, want die woonde bij mij om de hoek. En die vriend van me zei, joh, hij zegt, Herman, ik ga wel even aan Willem vragen. Was ik net uit dienst vandaan, was ik al 18, 20. Hij, dat moet in deze tijd toch kunnen. Want er liepen al twee jongens, die waren half katholiek. En, goed, Wim Peters kreeg het ook niet voor elkaar, want die moest weer naar de pastoor. Ja, Willem moest gewoon bij de pastoormatje komen en die moest even uitleggen van, joh, de familie, die ziet er goed uit. Zijn vader die is commissionair bij een groente en de fruit. En dus, nou, en toen duurde het nog weken voordat het helemaal rond was, want die pastoor moest ook weer overleggen met het orgaan. En zodoende ben ik bij GDA gekomen. Ja. Mooi verhaal, hè? Tegenwoordig heel wat anders. Zo, dat is echt tegenwoordig, ja, kan je gewoon lid worden. He, dus nee, dat was toen echt niet makkelijk. GDA maakte ook dit jaar weer een strandwandeling vanaf Playa des Ingles naar Maspalomas. We liepen een stuk mee en spraken op het strand met de spelers Donny Paats en Nick Selier. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Then show the world a burning light that never shines so bright. We'll find a way, we'll find a way to keep the cold night. Nick, hoe is het tot nu toe op het trainingskamp? Nou, het bevalt allemaal heel erg prima. Zoals je ziet hebben we weer een hartstikke prachtige dag. En nou ja, kijk eens voor me heen. Hier lekker het strandje. Klein windje vandaag erbij, maar ja, we mogen niet klagen hier natuurlijk. Geldt voor jou zeker hetzelfde, Donny? Ja, het is eigenlijk hetzelfde. De omstandigheden zijn prima. We kunnen lekker trainen, ruimte voor ontspanning, zoals je nu ook ziet, een lekkere wandeling. En, ja. Het is eigenlijk prima hier zo. Je bent even weg geweest bij GDA. Blij dat je weer terug bent? Ja, blij dat ik weer terug ben. Het is natuurlijk gewoon een mooie club. Bij RKV had ik niet echt veel, kon niet echt veel rekenen op speeltijd in het eerste elftal. Meer concurrentie? Ja, en ik wou zeg maar, ja, op het hoogste gewoon in de eerste elftal spelen en minuten maken voor mijn ontwikkeling. En dat bij GDA dat goed gelukt. Het eerste jaar gelijk promotie. Ja, nou, dat is geen slechte instelling. Nick, ben ook even weg geweest. Ja, ik heb een jaartje tussenuit geweest hier bij GDA. Ik heb een jaar bij Legduno gevoetbald. Was op de zaterdag en was eigenlijk iets anders beproeven. Ik kwam eigenlijk een beetje aanwaaien via werk. Op het moment werkte ik in Leiden en ging een beetje met de mensen daar om. En ja, ook een beetje vrienden en dingen. En toen kwam Legduno naar me toe en benaderde mij in feite om daar te komen voetballen. Legduno wilde toen de start gaan maken door wat hoger op te komen. Speelde toen zaterdag derde klas en wilde een beetje jongens uit de regio, maar ook wel vanuit Den Haag aantrekken om een soort van nieuwe bredere selectie te maken en daar mee door te stromen. Dan moeten we wandelen helemaal naar Maspalomas. Dat is nog een heel wend, zie je er tegenop? Nee, helemaal niet. Dit is juist altijd een heel mooi moment waarom je loopt met zo'n grote groep. En je bent inderdaad een aardig eindje onderweg. Maar dat is juist het moment dat je weer wat dichter bij elkaar komt. En met jongens spreekt die je eigenlijk misschien door de week op de voetbal in Nederland juist niet zoveel spreekt. En vanuit daaruit, dat denk ik is wel de kracht met zo'n trainingskamp. Leer je elkaar veel beter kennen en krijg je een veel hechtere band. En daarvoor zijn dit soort dingen gewoon ideaal. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Vamos a la playa, a mí me gusta bailar, el ritmo de la noche, sounds of fiesta. Een andere traditie van GDA is het jaarlijkse dagje naar het strand van Puerto Rico, Playa Amadores. De spelers en begeleiding genieten daar dan heerlijk van een dagje ontspanning. Langs de branding liepen wij met fysiotherapeute Leonie Niele, die al jarenlang onderdeel uitmaakt van de groep. Leonie, je komt officieel vanuit het hockey althans, van hockey naar voetbal. Ja, klopt. Ik ben als fysiotherapeut begonnen in met een hockeyteam. Wel vrij korte periode geweest, maar vanuit daar inderdaad overgestapt naar het voetbal. Hoe is dat bevallen, die overstap? Ja, prima. Ja, ik vind het een leuk wereldje. En sowieso de sportfysiotherapie is voor mij wel echt waar ik weet dat ik in de goede hoek zit binnen de fysiotherapie. Ja. Dus dat bevalt goed. Je kwam in 2007 bij GDA. Je nam toen geloof ik ook een praktijk over.
Ja, klopt. Ik heb toen in het seizoen 2007-2008 begonnen bij GDA. En inderdaad begin 2008 een praktijk voor fysiotherapie overgenomen op de Copernicuslaan. En daar zat het eigenlijk, dat was de combinatie samen. Ja, en je bent je toen ook gaan specialiseren in sport. Fysiotherapie. Klopt. Hoe anders is dat? Ja, het is, je werkt met gemotiveerde, vaak jongere, fitte mensen die gewoon gemotiveerd zijn om te herstellen. En dat is gewoon een prettige werksfeer, want je wil allebei gewoon zo snel mogelijk zorgen dat je weer je sport kan doen. Ja, dan ben je elke donderdagavond bij GDA. Tegenwoordig heb je natuurlijk de medische staf een hele belangrijke invloed richting trainer als het gaat om spelers die wel of niet aan de wedstrijd kunnen beginnen. Ja, klopt. We hebben dan donderdagavond ben ik daar inderdaad aanwezig. En dan indien het nodig is, komen de spelers na de training of indien voor de training om te kijken van wat zijn de klachten, kunnen we wel of niet spelen de zondag. En als er dus echt behandeld moet worden en of er een langere revalidatie voor zijn, dan komen ze dus in de praktijk revalideren. Nou ja, zo hebben we eigenlijk de korte lijnen ook met de trainer. Ja, maar je hebt ook hele goede korte lijnen met specialisten. Hè? Als het nodig is dat de speler toch verder behandeld moet worden, dan werkt dat wat makkelijker op die manier. Ja, ik probeer inderdaad altijd ook de maandag of de dinsdag altijd wat plekken vrij te houden als er zondag wat gebeurt, zodat ik ze zo snel mogelijk kan behandelen. En indien we inderdaad een specialist moeten inschakelen, dan heb ik directe lijnen, zodat we zo snel mogelijk zorgen dat we aan het herstel kunnen beginnen. Je ligt lekker in de groep, heb ik begrepen. Het is gezellig, leuk. Ja, want je bent ook de enige dame die meegaat op trainingskamp. Ja. Dat is toch wel bijzonder. Ja, maar het voelt heel goed. En ook al 2007, 2008 begonnen. Dus we kennen elkaar ook allemaal steeds beter. Dus dat bevalt heel goed. Ja. Dus wat dat betreft, zeg ik, omdat je het al een paar keer hebt meegemaakt, is het niet zo eng om als enige dame mee te gaan op zo'n voetbalkamp van of een voetbaltrainingskamp van al die mannen? Nee, ik vind dat niet erg. Nee. Dus ik heb wat dat betreft helemaal geen spijt gehad van de overstap van ooit hockey naar voetbal? Nee hoor, nee. Het is een prima wereldje waar ik me in thuis voel. Ja, voetbal is ook jouw sport geworden. Ja, je kan het wel echt. Ja, ik vind het leuk. Wedstrijden probeer ik ook zoveel mogelijk te kijken en alles een beetje in de regio ook bij te houden. Dus, Hoe moeilijk is het als fysiotherapeut om je aan te passen als er een trainerswissel komt bij de club? Nu heb je John Baven, maar jij was er al ook bij Carlos, denk ik. Ja, klopt. Carlos en Bas Steffens ook meegewerkt. Ja. Kijk, iedereen heeft natuurlijk weer zijn eigen werkwijze. Maar je gaat altijd weer in het beginseizoen bij elkaar zitten. En je spreekt af hoe je samenwerkt, waar je van uitgaat. En op die manier ga je gewoon weer samen aan het werk. Ja, mooie club bij GDA. Ja, absoluut. Ja. Ja. Oké. En aan het einde van het trainingskamp keken we nog even terug met Ronald Paats, die de taak van de afwezige hoofdtrainer John Baven tijdelijk had overgenomen. Ronald, trainingskamp, plots ben je hoofdtrainer. Maar het verhaal begint al eerder bij GDA. Je bent begonnen als trainer bij de B-jeugd. Ja, bij de B-jeugd speelde toen de hoofdklasse. En kwamen ze bij mij terecht. Het was een goede lichting, bleek een goede lichting te zijn. Gelijk het eerste jaar kampioen in de hoofdklasse, dus gingen we naar de landelijke divisie toe. En dat jaar pakte ook nog de districtsbeker, dus dat was een fantastisch jaar. Dus ja, goede lichting. Bas van Zee, de keeper die nou het eerst staat, je zoon. Donnie speelde daarin. Giovanni Korte. Ja. Dus later ook weer in de A, daarbij die gasten. En toen kwamen er eigenlijk spelers bij, zoals Habin Kosser. Ja, die is nou geblesseerd uiteindelijk, die is niet meegegaan. Maar Moa Charlie zat daarbij, die zit er ook weer bij. Dus, bekende jongens van je, van de B ben je ook meegegaan naar de A op een gegeven ogenblik? Ja, later naar de A. Speelden we derde divisie. Dus dat was eigenlijk weer een goed jaar. Weer een goed jaar. En in die A heb je het heel erg goed gedaan. Je werd bijna kampioen. Hè? Dat de nek en nek race was ook met RBC. Ja, dat was echt. We gingen heel lang mee. En uiteindelijk hebben we het uiteindelijk net niet gered. Dat was wel jammer. Maar het was sowieso een mooi jaar. Goed leerjaar voor die gasten, goed niveau uiteindelijk. En dan hebben we nog steeds nu plukken we een beetje de vruchten ervan van die jonge gasten uiteindelijk. Ja. En dan ga je in 2010 van de jeugd ga je naar de senioren. Bewuste keuze? Ja, ik wil eigenlijk. Dan zeg je, wil je tweede niet gaan doen? En was eigenlijk een jaar weg geweest. Want, met werk uiteindelijk, een beetje privé, wat latere werktijden, dus kon het eigenlijk ook niet.
toen had ik wel weer de tijd daarvoor. Dus, Dat was ook het moment geloof ik dat John Baver binnenkwam, hè? Nee, eerder. Nee, eerder. Edwin Krunots. Oké, Krunots. Nee, ja. Bij de jeugd was Edwin Krunots. Dat was met Carlos Roeleveld uiteindelijk dat jaar. Ja, ja. Carlos Roeleveld. Nou, Carlos was na een half jaar uiteindelijk weg. En toen kwam John Baver uiteindelijk. Dus nu al op dit moment eigenlijk 2 jaar met John. Ja. We zijn nu nog een half jaar erbij. Dus, er zijn op trainingskamp. John Baver is niet mee. Nee. Je moet het overnemen. Ja, het moet simpel gaan, hè? Want je bent er zo nauw bij betrokken. Ja, kijk, ik loop nu al 2 jaar dan met John mee. En daarvoor wel met Edwin ook al op trainingskamp mee geweest. Uiteindelijk 2 jaar als jeugdtrainer. Onder het mond van een stage, weet je wel, daar heb je ook veel gezien. En ja, met die gast ook. Het loopt onwijs goed uiteindelijk. Dus. Dat is wel een voordeel, als je het al eerder hebt meegemaakt. Ik bedoel, dan is het ook wat makkelijker vervangen. Ja, inderdaad. Dat gaat eigenlijk vanzelf. Dus. En hoe loopt het? Ik bedoel, nu zelf verantwoordelijk zijn voor de groep. Als tweede trainer, ja, dan is de trainer altijd de man die de besluiten neemt. Nu ben jij het. Nee, inderdaad. Hoe loopt het? Ik bedoel, hoe voelt het in de groep? Ja, het voelt voor mij hartstikke goed in de groep. Ziet hoe ze eigen gedragen en hoe ze trainen. Er wordt goed getraind. Ja, dat was veel plezier onder elkaar. Dus ja, er is wel eens een keertje. Met John Baver voordat jullie hier gingen? Ja, maar ook nu dagelijks nog ook wel met John. Dus we bellen elke dag, bellen we eventjes 's avonds en hoe het loopt. Dus, Buiten het vervelend incident jullie meemaakten, hoe bevalt het trainingskamp tot nu toe? Ja, fantastisch. Fantastisch. Ja, het incident heeft wel die dag zeker. Het was echt een zwarte dag voor ons. Echt een zwarte dag. Dus, maar ja, daarna hebben we wel de draad weer opgepakt, 's middags eigenlijk al. We hebben de training gecanceld. Dan zijn we eigenlijk 's middags wel lekker met z'n allen gaan lunchen. Hebben we voetgolf, of tenminste, nee, wat hebben we gedaan? Voetgolf zijn we gaan doen. Dus, daarna hebben we eigenlijk het programma weer doorgepakt. Uiteindelijk gaat het hartstikke goed. Oké. Nou goed, in ieder geval belangrijk om het een keer mee te maken als hoofdtrein. Blijf je bij Genia? Ik heb na Krankenaaien een gesprek daarover. Okay. Dus we gaan het zien. Oké, je lacht, dus. Zit wel goed. Ja, wie weet. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Kneinenburg Transportbedrijf, Zwennes, Van Breedbouwkundig Adviesbureau, Boeters Serrebouw, De Keuken Inbouwspecialist, Hyper de Piep Evenementen en Verhuur en trainingskampen.nl.